part of my talk in Dutch, and the rest of the evening will be in English. We are here in the Geelvink Hinloperhuis Museum, which is the keeper of the collection of now over 90 historic pianos, of which you see here two. In fact, this one we have on loan from Gijs Wilderom, and this one was the former instrument of Romain Dansembourg, actually the one of the initiators who very much promoted his playing on historic pianos. Unfortunately, about a year ago, he passed away. Ik ga nu even snel over in het Nederlands. Wij doen dit eigenlijk ten behoeve van deze collectie waar ik het juist over had, de Zweling-collectie. De Zweling-collectie die vroeger op de bovenverdieping van het Zweling Conservatorium stond. En vandaar dus ook de naam draagt. Hebben wij nu ongeveer een jaar of 4, 5 geleden onder onze hoede gekregen. En daarvoor hebben wij in de tijd een festival opgezet om te stimuleren dat er niet alleen, laat ik zo zeggen, de instrumenten bewaard blijven. Want het overgrote gedeelte van de instrumenten is op dit ogenblik in depot, in opslag. Maar zodanig dat er ook weer aandacht voor deze instrumenten is en er op gespeeld kan worden. Dat is niet makkelijk als je instrumenten voor lange tijd opslaat. Dat is eigenlijk niet zo goed voor instrumenten, hoe goed je ze ook klimatiseert. Het gevolg daarvan is dat het overgrote gedeelte moet in meer of mindere mate heeft die restauratie benodigd. Wij hopen dat wij met dit festival en met de concerten die we organiseren draagvlak kunnen krijgen om te zorgen dat deze instrumenten niet alleen bewaard blijven, maar ook bespeeld kunnen worden. En wij stimuleren hopelijk met dit festival ook dat, en met concours in dit festival, dat jonge mensen geïnteresseerd raken in dit soort instrumenten en erop willen spelen en andere jonge mensen het leuk vinden om naar dit soort instrumenten te luisteren. Het zijn de instrumenten waarop in de tijd heel veel gespeeld is in de tijd van de componisten die wij hier op laten horen. Maar daarnaast stimuleren we ook dat er nieuwe composities gemaakt worden waarbij deze instrumenten een rol spelen. Ze hebben een hele eigen klankkleur zoals u vandaag ook zult horen. Het is daarom ook dat wij heel blij zijn met Gabriele Toya, die Dunja zo direct zal introduceren. Juist omdat ook hij die overgang tussen het klassieke en het eigentijdse zo goed vertegenwoordigt. Ja, thanks and well, good evening all of you for a very unusual evening, in fact, with an exciting repertoire by Gabriele Toya. He is a pianist, but he has so many capacities at his versatility. He is is educated as a fortepianist at the Giuseppe Verdi Conservatory of Milano, but he also took lessons in harpsichord. He is a harpsichordist, and he even went into clavichord with Christopher Hogwood. So really the top level of clavichord playing in the world. But his interest is very broad, and I think that he challenges the fortepiano to be relevant for today.
He plays tango, he plays jazz, and he improvises, and also he performs his own compositions. Next to that, he is quite an active musician, being heard in from United States, Australia, England, Netherlands, Switzerland, very much. He is many times at the radio in Italy and Switzerland, and he also writes music for poetry evenings. And interestingly, he made music for plays, playwright, and film. So I think it will be an exciting evening with Gabriele Toia. Welcome.